Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik sta hier in de keuken van Julie in Gent, want zij weet alles over kimchi. Dus misschien gewoon de eerste belangrijkste vraag. Wat is kimchi, Julie? Het is een eeuwenoud Koreaans gerecht die gemaakt is op basis van Chinese kool. Door het feit dat het gefermenteerd is, krijg je de vorming van melkzuurbacteriën. Waardoor dat het heel goed verteerbaar is, dus supergoed voor je darmen. Kun je mij eens leren hoe je kimchi maakt? Want ik heb dat nog nooit zelf gedaan. We zullen proberen. Dat is goed. We starten met de Chinese kool. Dat is het belangrijkste. Dat is het hoofdingrediënt van kimchi. En dan gaan we de Chinese kool zouten. Voilà. Je mag dat schoon onder elkaar mengen. Voilà. Moet je dat zo in knijpen? Of... Ja, je moet niet de kool kapot maken. Okay. We behouden de mooie kolen. Oké, okay. Voilà. En dit laten we nu de nacht staan. Hè? Okay. Zodanig dat het zout het water onttrekt aan de groenten. Maar we kunnen ondertussen wel de saus maken. Ah, de saus. Dat is de tweede belangrijke stap. We maken een saus op basis van groenten. De authentieke kimchi bevat zeer zeker look. En ajuin wordt ook vaak aan toegevoegd. Okay. En wat ook heel belangrijk is, is gember. Gember. Gember moet in kimchi zitten. Dus voor de saus moeten de groenten gewoon gemixt worden? Ja, gemixt worden. Okay. Zodanig dat wij een mooie saus bekomen. Ja, chilipeper, look, gember, sojasaus. En een klein beetje zout erbij. Alles? Ja, maar. Top. En dit mengsel voegen we rijstmeel toe. Rijstmeel? Ja. Waarom doen we daar rijstmeel bij? Omdat dit voedsel is voor de melkzuurbacteriën. De volgende fase is het snijden van de koolrabi. Dat steek je erbij. Ja. Voilà, dan meng je dat ook mooi onder elkaar. Dan krijgt die koolrabi ook al een mooie rode kleur natuurlijk. Hè. En nu gaan we de Chinese kool zwieren. Dat is dit een nachtje later. Ja. Voilà. Dus het is gewoon belangrijk dat die saus volledig over de gezout kool gaat. Ja. Voilà. Dat is dan eigenlijk, Julie. Zo simpel is het. Dikke merci voor alle uitleg. Het is de eerste keer dat ik het maak. En het zal zeker niet de laatste keer zijn. Ah, voilà. Merci voor de leer. Dan ben. Ja.